Van het Hoge wordt eruit, want Frank de Boer is ontslagen als trainer van Inter Milan. Dat hing al even in de lucht. Aan de telefoon is Kees Jansma. Kees, goedemiddag. Goedemiddag, Albert. Jij was afgelopen vrijdag in Milaan. Je hebt Frank nog gesproken. Wat was toen de stemming? Nou, die was een beetje opgeklaard omdat ze 2 dagen eerder van Torino hadden gewonnen met 2-1. En de situatie was nog altijd slecht voor de club. Ze stonden laag. Maar goed, er was gewonnen en ze gingen vol goede moed op naar de uitwedstrijd in Genoa tegen Sampdoria. En diezelfde middag, dat ik daar was, was er ook een aandeelhoudersvergadering van de club. De voorzitterschap van Zanetti, een beroemde oud-speler van Inter. En die sprak toen zeer nadrukkelijk met een zaal vol persmensen zijn vertrouwen uit in Frank de Boer. Dat was een hele bewuste keuze geweest. Hij moest het proces Inter, de hervorming daarvan, moest hij vormgeven. Enfin, Frank voelde zich behoorlijk gesteund. Op weg naar Genoa door die woorden van Zanetti. Maar ja, daar is verloren met 1-0. En toen viel alsnog het doek. Zo. Het is toch een donderslag bij helder hemel lijken als ik dit zo hoor van jou. Ja, eigenlijk niet. Hè? Omdat je denkt, nou ja, ze verliezen 7 wedstrijden van de 14. Dus dat is de situatie behoorlijk penibel. Maar als een clubicoon als Zanetti, wat echt een held is bij internationale. Als die zegt van onze keuze maand of 3 geleden is een bewuste geweest. En wij willen Frank de Boer de kans geven om een nieuw team te bouwen, ja, dan krijg je toch moed en dan geloof je dat ook. Ja. Ondanks alle eerdere verhalen. En dan komt toch de deksel hard op je neus. Oké, wat moet er nu met Frank verder? Want dit is best wel een domper natuurlijk. Ja, hij is behoorlijk aangeslagen hierdoor, omdat hij ook 2 andere mensen heeft meegenomen, onder meer Kweek en Trustful. De hele clan Nederlanders was inmiddels net neergestreken met kinderen in Milaan. Nou ja, goed, met Frank hoef je in bepaalde opzichten geen medelijden te hebben. Maar als sportman, hij is een ambitieuze man, heeft hij toch een behoorlijke tik gekregen. Dus het lijkt me heel verstandig dat hij de zogenaamde sabbatical gaat aanspreken en een tijdje niks gaat doen om bij te komen van dit ESEC. Want dat is het wel. Een goede tip van een wijze man. Ik heb trouwens even met Quinty vandaag nog contact gehad en die zegt ja, het is een leerzame periode geweest, ook op een bepaalde manier. En Orlando en ik hebben het gewoon hartstikke goed samen en de toekomst in. Dat is het houvast voor iedereen. Dankjewel. Oké. Okay.